Lang geleden bracht hij je fotorolletje naar de winkel. Het was afwachten hoe de foto's eruit zouden zien. En later kwam er de Polaroid. Je hoefde nog maar een seconde of 30 te wachten om het resultaat te zien. Als je die ervaring nog eens wilt beleven, kun je terecht bij Polaroid. In deze how-to kijken we ernaar. Om op de inleiding terug te komen, het gaat bij deze app alleen maar om de ervaring en het is vooral grappig. Dus als je het wilt proberen, surf je naar polaroid.net. Hier klik je op download en daarna maak je een keuze. Klik in het pop-up venster dat verschijnt op OK. Het programma wordt geïnstalleerd. Het betreft een zipbestand, dus dat moet eerst worden uitgepakt. Dubbelklik vervolgens op het installatiebestand en doorloop de installatie wizard. Je vindt een snelkoppeling op het bureaublad. Dubbelklik erop om het programma te openen. Je sleept een afbeelding naar het bruine vlak, waar de foto normaal werd geprint. Je hoort het klassieke, kenmerkende Polaroid-geluid. Langzaam wordt de afbeelding zichtbaar. Even geduld dus. Als de foto klaar is, hoor je een geluid en zie je een teken op de rand van de afbeelding. Klik met de rechtermuisknop op de foto om deze in de verkenner te bekijken. Standaard is dit in de map Afbeeldingen. Je kunt dit wijzigen, dat bekijken we zo in de instellingen. Nu kun je de foto vergroot bekijken met de kenmerkende Polaroid-rand. Als je de afbeelding wilt sluiten, klik je in de taakbalk op het pictogram van Polaroid en sluit je de afbeelding via het kruisje. Via de stip open je de instellingen. Hier kun je ook een afbeelding openen om te converteren. Als je al eerder tevreden bent, klik je met de rechtermuisknop op de afbeelding en kies je I won't assemble now. De afbeelding verschijnt weer in de verkenner. Het ontwikkelen van de foto gaat overigens gewoon verder. Via de stip kun je ook naar de voorkeuren. In de eerste tab kun je de standaardmap waarin de afbeeldingen worden opgeslagen wijzigen. In de tweede tab kun je bijvoorbeeld aangeven dat je een bericht wilt zien als de afbeelding te klein is. En onderin de rotatie van de thumbnail aanpassen. In het laatste tabblad zie je dat het blur effect standaard is ingeschakeld. Je kunt ook kiezen voor stripes effecten, zodat de afbeelding er verouderd uitziet. Ik heb daar eerder wat voorbeelden van gemaakt. Dit is een afbeelding met het stripes effect foto en dit met paper. Tot zover deze how-to over Polaroid.